In de Boog in Krim van de IJssel zijn we aanwezig bij bij de beurs van de filatelistenvereniging IJssel en Lekstreek. En we hebben hier de voorzitter. Ik ben uw naam alweer vergeten, maar... Leen de Koter. Leen de Koter, ja. De beurzen op zich. U bent een vereniging die, ik hoor net, 40 jaar al bestaat. Maar ook de 100ste beurs vandaag wordt georganiseerd. Wat grote beurzen betreft is dat nu de 100ste beurs. Dat is toch wel een mooie prestatie. 40 jaar. Het ontbreekt dus niet aan actie bij de filatelistenvereniging. We zijn een vereniging met 175 leden, waarvan velen zeer actief zijn. Dus het bestaat niet alleen uit een bestuur. We hebben een bestuurskoppeltje van 7 man en vrouw. Maar daarnaast hebben we vele leden die gewoon medewerken. En we hebben een stuiverhoek, waar wel 20, 25 mensen aan meewerken om dat op orde te brengen, orde te houden. En dan kan je dat hier mooi presenteren. En dan kunnen de mensen voor 5 cent kunnen ze die postzegels uitzoeken. En zijn hier bij de verzamelingen, want het zijn nogal wat deelnemers aan deze beurs, wel eens een keer exemplaren gevonden van waar je zegt, jongens, dat is uniek. Dat is een prachtig iets om dat mee te maken. Nou, dan kan je soms in zo'n stuiverhoek kan je wel eens dingen tegenkomen. Die worden dan verkregen via leden die overschotten hebben. Dat blijkt dat het een aparte zegel is. Die dingen gebeuren. Ja. Want niet iedereen let daarop. Nee, precies. Dat is het. En je hebt mensen die heel uitgebreid verzamelen tot op de tanding, op het watermerk, ja, en op plaatfouten. Ja. Maar je hebt mensen die alleen maar de zegel verzamelen. Ja. En die zien dat niet. Ja. Dus aan de andere kant daar zijn voordeel uithalen. Ja. Zo te horen is deze vereniging zeer levendig. Maar neemt niet weg dat ook hier de vergrijzing een beetje parten gaat spelen? Wij hebben een secretaris. Die heeft bij een pensioenfonds gewerkt. En die heeft dan een berekening gemaakt hoeveel jaar wij nog vooruit kunnen. We zullen zeker langzaam afnemen, maar we kunnen nog heel wat jaren vooruit. We hebben nu nog 175 leden, waarvan er op de maandelijkse vergadering 40, 50 komen. Je hebt natuurlijk altijd toch een wisselend bestand voor mensen die komt. Ja. En onze taak is natuurlijk nu, ik ben nu 2 jaar voorzitter, om eens te gaan werken aan nieuwe leden. Leden erbij krijgen. Laatst zijn er 3 lid geworden. Maar we moeten kijken, met meer bekendheid. Zo'n interview is natuurlijk ideaal. Mm-hmm. En dat mensen zich opgeven als lid. Want ik vind het prachtig. Ik heb 30 jaar niet verzameld. Want ik reisde 4 maanden van het jaar in het buitenland. Dus dat lag in een hoek. De nieuwtjes kwamen wel binnen. Ik keek er ineens naar. Ik ben 12 jaar geleden weer begonnen. Maar de hele historie van Europa kan je erin terugvinden. Of van de wereld. Verandering van landen. Landen die niet meer bestaan. Yeah. Of gebieden die van... Nou ja, land zijn gewisseld. Dat vind je allemaal terug in de postzegels. Ja, ja. Echt geweldig. Zijn er hier in de buurt ook aantrekkelijke postzegels uitgebracht? Die dus echt slaan op dingen, bijvoorbeeld in de Krim van de Waard, dat je weet? Wij hebben het afgelopen jaar, ik kan het zo laten zien, tijdens de brievenbus in Gouden, ook wegens ons 40-jarig bestaan, hebben wij zegels uitgegeven die ook hier op dit gebied slaan. Okay. Dat kan ik zo wel laten zien. We gaan eens kijken naar de deelnemers en de producten die hier uitgestald liggen. Dank u wel. Alles wat hier, staat, en ook in de stuiverhoek, is of op land. Je hebt mensen die landen verzamelen. Je hebt ook mensen die thema's verzamelen. Je hebt er een die bijvoorbeeld vuurtorens opgezegd. Of uurwerken. Ja? Of bruggen. Ja? Of treinen. Ja, ja. Je kan alles verzamelen. Goed. Dieren, vissen, vogels. Nou ja, noem maar op. We gaan eens kijken. Ja. Dank u wel. Mijn naam is Margreet Mol. Ik ben een medewerker van de Stuiverhoek van de vereniging IJssel en Lekstreek. Dat is een vereniging voor postzegelverzamelaars. En de Stuiverhoek, die bemannen wij hier met een paar mensen. Die zetten we in op diverse verenigingsdagen en zo ook op deze beurs. Er zitten hier allerlei mensen die postzegels verzamelen. En die hebben allemaal hun eigen verzamelgebied, want niet iedereen verzamelt de hele wereld. En daarom hebben we dus allerlei boeken, die zijn gesorteerd op land en op jaartal een beetje. En dan kunnen de mensen zelf uitzoeken welke dat ze nog niet hebben. En dan voor een stuiver per zegel mogen ze dan
postzegels uitzoeken. En dan uiteindelijk rekenen we dat dan af. We krijgen al die zegels van leden of we kopen ze ook wel tegenwoordig, omdat er niet meer zoveel postzegels zijn. En dan kan iedereen zo, sommige mensen zijn hier uren zoek, die moeten echt op hun gemak kijken van wat ze hebben, wat ze nog niet hebben. En daar zijn ze dus nu ook mee bezig. Dit is een kaart van voor 1906. Dat kan ik zien omdat er hier onderaan een witte rand zit. Achterkant bevestigt het ook nog, want het stempel is uit juni 1900. En vroeger mochten de mensen op de kaart alleen aan de achterkant schrijven. En van wie die was, dat werd dan onderaan in die witte balk geschreven. Ik kan u nog een kaart laten zien die niet verstuurd is. Hier wat duidelijker de witte balk met de afzender. En hier aan de achterkant aan. En dan werd die zo verstuurd. Hier is een oude foto van de Coolsingel. Van rond 1920 denk ik, of daarvoor zelfs nog. Waarbij de Sociëteit Harmonie nog naast het gemeentehuis staat. En hierachter was de voormalige Doelen. En in het kader van 200-jarig bestaan van deze sociëteit, wat binnenkort plaatsvindt, ben ik op zoek naar prenten uit die tijd van de sociëteit. Want nu is de sociëteit verdwenen. De Doelen heeft een heel nieuw gebouw gekregen, wat niet meer in handen is van de sociëteit. En deze twee, drie kaarten, die laten dat ook zien. Hier zien we dus de sociëteit zoals het vroeger was. En hier zien we de zaak toen de leden na de crisis, er was niet zoveel geld meer en ze hadden geen geld om het te betalen. Dus is de bovenste verdieping, die bouwvallig was, er al afgesloopt. Hierachter stond het grote concertgebouw, de Doelen in Rotterdam, waar het Amsterdams Philharmonisch Orkest speelde. Want ze vonden het Rotterdams Philharmonisch Orkest vonden ze niet goed genoeg voor de leden van de sociëteit. En in de oorlog is er dus een bom gevallen op 14 mei. En die heeft het sociëteitsgebouw of de concertzaal volledig vernietigd. En daardoor is er dus na de oorlog de nieuwe Doelen gekomen van Rotterdam. We hebben hier mensen bij ons staan die dus nogal wat weten van het gebeuren, verzamelen, postzegels en aanverwanten. En dat komt dan uit bijvoorbeeld nalatenschappen, liquidaties ook nog en taxaties. Dan moet je dus wel, zeg maar, ingewijd zijn in het wereldje van waar we nu staan. Ja, volgens mijn vrouw is dat heel erg. Het is natuurlijk een stuk ervaring die je opdoet en langdurig meelopen. Zodat je steeds meer gevoel ervoor krijgt en dat projecteren op verenigingen of collecties van andere mensen. Je hebt het over nalatenschappen, dus dat zijn verzamelingen van mensen die overleden zijn uit families. Kan ik me zo voorstellen dat er best wel eens unieke exemplaren tevoorschijn komen? Dat hopen wij dan. Dat hopen wij. Dat is jammer genoeg, maar heel weinig uniek materiaal. Dat is heel veel van hetzelfde. Wat niet gek is natuurlijk, want we zijn allemaal van een bepaalde leeftijd en dus hebben we allemaal dezelfde periode gespaard. En juist die dingen, die echte expert die dan wat extra eraan besteed heeft om leuke dingen aan te schaffen. Ja, daar hopen we dan op dat we dat kunnen te gelden maken voor de mensen die uiteindelijk ermee blijven zitten. Ja. Kees de Vries, hoe ben jij nou eigenlijk in dat wereldje terechtgekomen? Want het moet toch wel iets voor je betekenen. Dat was op heel jonge leeftijd kreeg ik van een tante die ooit is in Oostenrijk met een man op vakantie geweest is, wat postzegels. Dat was in begin jaren 60. En toen kwam er een mooie serie postzegels uit met molens erop van Nederland. Nou, thematisch natuurlijk een schitterend iets. En die heb ik toen van mijn sumieren zakgeld heb ik die aangeschaft. En dat was eigenlijk het begin van de ziekte die ontstaan is. Van het virus dus. Van het virus van filatelie. En daar ben ik nog steeds bezig mee. IJssel en Lichtstreek is uiteindelijk mijn vereniging geworden. En daar ben ik heel lang in bestuur geweest. Ben ik nog niet zo lang terug, ben ik daar mee gestopt. Mede op aanraden van het thuisfront, die het toch wel erg veel vond vinden.
En ja, dat is de stichting Pro Filatelie, daar doe ik nog veel werk voor. Ja. En dat is nog tot genoegen, want ja, daar zie je toch weer heel veel dingen voorbij komen. Ja. Ik doe het ook aan taxaties. Hoe kom je nou tot een waardebepaling van iets van bijvoorbeeld een postzegel van 5 cent? Ik bedoel, ja. Ja, nou, het is meer partijenwerk. Een waardebepaling van een enkele postzegel is heel makkelijk. Daar hebben we natuurlijk naslagwerken voor, dat kunnen we zo bekijken. En je weet ongeveer wat daar voor de belangstelling is. En een postzegel van 5 cent, die kan helemaal niks waard zijn. Maar we hebben ook hele dure 5 centen, maar die komen we dan jammer genoeg niet zo vaak tegen. En waar praten we dan over in geld? Ja, dat is nou net hetgene wat wij zo vervelend vinden. Omdat de filatelie altijd zo met geld verbonden wordt. Terwijl het natuurlijk de echte hobby is waar het om gaat. He, met geld is alles te koop. En als je genoeg geld hebt, is het geen hobby meer. Want dan ga je ergens naar de winkel toe en die trekken ze een laadje open. En dan kan je alles aanschaffen. Het is juist de hobby die de mensen zo leuk maakt. Waardoor dat het ook voor de hele kleine beurs een hele fijne hobby kan zijn. Met name thematische, het verzamelen van iets waar je belangstelling voor hebt. Iemand die op een bank gewerkt heeft, die verzamelt bankgebouwen op postzegels. Iemand die in de planten zit, die verzamelt planten op postzegels. Iemand die wat heeft met hondjes, die verzamelt hondjes op postzegels. Met alles wat je, waar, dat kan je net zo gek maken als dat je wil. Ja. En dat is juist leuk, want dan kan je voor weinig geld kan je een hele mooie en interessante collectie opbouwen. En onderling, mensen zijn hier bezig met het informeren, het bekijken, het vergelijken, denk ik dan. Met allerlei zaken die dus spelen. Er is best wel belangstelling voor. En dan denk ik bij mezelf, nou, dat gaat goed hier. Maar aan de andere kant horen we ook wel, ja, de tijd gaat door. De leeftijden lopen op. En ja, dan denk ik, ja, het is niet oneindig, denk ik dan. Nee, dat klopt. Een van de doelstellingen van onze stichting is bijvoorbeeld het promoten van de jeugdfilatelie. Dat is de laatste jaren jammer genoeg wat minder geworden als dat we hopen. Wij geven ook nog een startsubsidie voor verenigingen welke een jeugdafdeling beginnen. Daar hebben we jammer genoeg de laatste jaren wat minder aan hoeven te besteden. En toch blijven we ermee doorgaan. Omdat we toch zien dat het gelukkig toch nog wel meer is dan we mee begonnen zijn. We zijn erg betrokken geweest bij het verhuizen van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelistenverenigingen. En toen dat pand geopend werd, zei bijvoorbeeld de voorzitter in zijn openingsspeech: we zijn begonnen met 6600 leden in Nederland. Toen hebben we een hele hoos gekregen in Nederland, waarna we de 80.000 aangetikt hebben. Na voornaam de oplagers bij de posterijen die natuurlijk steeds meer postzegels gingen uitgeven, steeds meer de melkkoe gingen creëren. En uiteindelijk kregen we toen weer de terugval. En nou zegt iedereen met die 80.000 in gedachten, we zijn bijna failliet, want we hebben niks meer. Overigens, de bond die heeft nu een kleine 10.000 leden, wat natuurlijk nog aanmerkelijk meer is van het startpunt waar we begonnen zijn. Ja, oké. Goed, dankjewel voor de informatie en een fijne voortzetting op deze aantrekkelijke beurs. Dankjewel, we zullen zorgen dat we nog vele keren hier te gast mogen zijn in de boog. En dan nog steeds mooie beurzen kunnen hebben.